garage sale houden. Hier kom je binnen, prikjes halen, insectenmiddelen. Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Vandaag is de dag dat we de garage sale houden, waarbij we hopen dat we daarna weer een iets meer minimalistisch bestaan hebben. Gewoon dat we wat spulletjes kwijt kunnen en ja, dat we ook wat centjes ophalen die we mee kunnen naar Afrika. Maarten heeft wat ballonnen opgehangen. Ik maak een ballon voor je. Koffie is gezet, thee, en deze heeft Bianca gemaakt, de kindjes mogen er eentje kiezen. Kies denk ik die ogen. Bianca had een zebra gemaakt. Dit is een zebra. De garage en huisstijl zit erop. Het was een lange dag, maar zeer geslaagd en ook gezellig. Ik moet zeggen, er waren niet heel veel mensen. Nou, heel veel lieve mensen. Heel veel lieve mensen. Het was echt gezellig en echt steun gehad en ervaren. We hebben ook niet veel spullen verkocht. Ik heb heel veel spullen nog. Dus we gaan nu kijken wat we allemaal gaan doneren en hoe en wat. En Maarten gaat nu de centjes stellen. 242 euro. Wauw. Dat is nice. Ja. Wauw, dank jullie wel, lieve mensen. Wow. Respect. Dankjewel. We zijn voor ons heel vereerd. Ja. We gaan ook kijken wat we ermee gaan doen, hè. Want Get Fun, het loopt ook al aardig vol. Ja. Meer dan 700 euro. En de reis is geboekt. De vluchten zijn betaald. Dus we kunnen echt even goed kijken wat wij... Investeren in een goed doel. Ja. Yes. Thanks, guys. Ik neem jullie weer mee in een paar stukjes voorbereiding voor Afrika. Het is vandaag vrijdag. We zijn even aan het snacken. En ik ging even een overzicht maken voor Nick. Want gisteravond in bed vroeg hij van... Hey, nog twee nachtjes slapen, dan gaan we naar Afrika, toch? Nee. En hij vroeg wanneer Sinterklaas is en hoe zich dat verhoudt. Kan jij je cracker eens even opeten, schat? Nee. Dit wordt de maand oktober. En als ik geen zin heb om een lineaal te gebruiken, dan maak ik van dat soort golvende lijntjes. Nou, dit is hem geworden. Oktober, november, december. En omdat we 6 weekjes weg zijn, moet ik ook flink wat medicijnen mee. Of flink wat medicijnen. De Euthyrox die ik slik, mijn schildklierhormoon, moet ik even op voorraad hebben. Dus ik ga nu even met de kids naar de apotheek. Lea heeft gisteren een fiets gekregen van Amy, hè? Oh! Het hele stuk fietsen was nog iets te voorbarig. Dus we hebben even de fiets geruild voor de buggy. Jij hebt ook je fiets geruild voor iets anders. Mm-hmm. Een bal aan een touwtje. Mm-hmm. Let's go! Mama heeft de kerstboompjes bij 24 en 25 en 26 november geplaatst. En ook dit vuurwerk. En dat moet natuurlijk naar december. Hier. Ah, top. Dankjewel. Dat is 1. Ja, helemaal perfect. Hoeveel moet ik nog hebben? Nu? Plakband. 1, 2, 3. 3. Ja. Ja, en van jou heb ik de plakband nodig inderdaad. Ja. Ik moet kijken, mama. Mama, kijk. Ja, goed zo. Oh. Wow, die is lang. Ja, goed zo. Ik vind het super knap. En ik heb zelf een lijn getekend. En die is hij nou zelf aan het uitknippen. Met een bochtje en nu met een, hoe zeg je dat, zigzag. Dat vind ik nou zo grappig, want op school heeft Nick nog wel eens moeite met knippen, zeg maar, zijn aandachtspuntje. En dan wil hij het ook niet. Als hij dan opdrachtjes krijgt, zo, dan ziet hij daar ook tegenop en dan
En hier, zeg maar, als hij dan zelf gewoon er zin in heeft en de materialen liggen er, dan maakt hij daar gewoon zelf iets van. Ik merk steeds meer dat kinderen gewoon echt hun eigen ontwikkelingstempo en ook de volgorde van dingen die ze leren gewoon zelf kiezen. En het enige wat wij hoeven te doen is materialen aan te reiken en mogelijkheden te bieden. Zelf misschien wat dingen laten zien, zodat ze model leren kunnen toepassen. Maar ik vind het wel super grappig dat hij dit nu zelf in elkaar... Nou, daar ben ik weer eventjes. We hebben de garage sale gehad en daar hebben we veel dingen verkocht. En alle andere dingen die we niet meer nodig hebben, nu gedoneerd. Dus onze kamer is een stuk leger. En we hebben een beetje omgekraamd zodat ik een stukje eigen kantoortje heb op onze slaapkamer. En waren we hier bij de IKEA. Ik laat jullie even zien. Het is de volgende dag. Het is me gisteren niet meer gelukt om jullie te laten zien wat we hebben gedaan met onze slaapkamer. Dus dat ga ik nu even doen. Hier kom je binnen. Hier is een slaapgedeelte. We hebben nieuwe lampjes gekocht. We hebben een nieuw hangsysteem gekocht voor onze schoenen. Hier zijn onze boeken, alle boeken die wij nog hebben. Fotoboeken, papieren. Deze hebben we gisteren gekocht, de plantjes met deze leuke potjes. Dan hebben we deze gekocht. En dan is dit mijn werkplekje. De tijdschriften die ik nodig heb voor de vision board sessies. Hier hadden we dus eerst deze donkere gordijnen ook hangen. Hier ook. Dat maakte dat de kamer ook vrij donker leek. Dus we hebben nu van die verduisterende rolgordijntjes gehaald. Dit is mijn make-up plekje. Nou ja, verzorgingsplekje. Veel make-up draag ik niet. En dit is mijn kledingkast. En ook ik heb zo'n hangsysteem gehaald voor mijn schoenen. Dit is ons slaap- en werkplekje. En ook mijn kantoortje heb ik echt geprobeerd zo minimalistisch mogelijk in te kleden, aan te kleden. Dus mijn laptop, wel nog een fotootje, ja, wat bureauaccessoires. Hier heb ik allemaal lege blokjes, spullen die ik nodig heb voor mijn bedrijfje. Pennen voor de workshops, plaksel voor de workshops en stiften voor de workshops. Hier wat dingen die ik deze week moet afhandelen. Koffertje voor de workshops. Om tijdschriften mee te nemen, mijn werktas, mijn tijdschriften en papier waar de vision boards opgeplakt kunnen worden. Onze mega dikke printer en een prullenbakje. Ik heb net even de kids naar school gebracht. De school heb ik de speelzaal. En de boodschap even gedaan voor deze week. Aanstaande woensdag gaat Maarten voor een week naar Brazilië. Vertel ik jullie later meer over. Dus ik heb al wat dingen ingeslagen. Zodat ik deze week niet per se nog een keer naar de winkel hoef. En vanmiddag gaan we prikjes halen. We hebben de kids al voorbereid. Door middel van een filmpje te laten zien. En door te praten. Ik hoop echt. Ik vind het niet spannend. Mij maakt het niet uit. Maar ik hoop dat ik de kids niet hoef te dwingen. Lea, waar ben je? Zie je mijn hand? Ja. Zie je mijn hand? Hey jongens, wat gaan we doen? Een spoutje krijgen. Ja, twee zelfs. Ja, die twee. Zelfs. Ja, dat duurt nog even. We zijn nu hier. We krijgen nu eerst een spuitje vandaag. Twee. Eentje aan die kant en eentje aan die kant. Waarom moeten we een spuitje hebben, Nick? Voor de groenten in. Ja. We gaan hepatitis A halen en rabies. We hebben heel lang getwijfeld. We hebben het echt lang ook echt uitgesteld, de beslissing. We dachten eerst, we doen het niet. Want hoe groot is de kans dat er een hond op je afkomt die dat heeft? Maar ja, als je het krijgt, dan ben je er geweest, zeg maar. En we zitten op een boerderij. Daar zijn minimaal 8 honden. En we gaan ook naar arme dorpjes. Je weet natuurlijk nooit hoe het daar is. We gaan ook met de handen uit de mouw. Dus we gaan daar wat werk verrichten. En nou ja, we begonnen een gesprek over de inenting. We hadden eigenlijk de keuze gemaakt om het niet te doen. Met name ook dan de rabies niet te doen. En tegen het einde van het gesprek was het van, weet je, we gaan het toch maar doen. Waarom? In eerste instantie zeiden we van, ja, stel onze kinderen zijn dan lekker een of ander hondje aan het aaien. Of aan het knuffelen met een hondje. Hoe relaxed zijn wij daaronder dan? En ja, we komen gewoon erachter dat het op dit moment gewoon bij ons past om wel voor die zekerheid te gaan. En ja, te weten dat als zij met hondjes in aanraking komen. Blijf je niet ophangen. Oké, ik kom je helpen. Dat ze in ieder geval dan safe zijn.
Dus dat en een prikje wat dan misschien niet het allergezelligste is om te doen. Dat moment weegt dan niet op tegen als je echt dodelijk ziek zou worden. Ja, je moet niet vanuit angst leven. Dat is ook wel mijn overtuiging, maar... Ik heb nog een klein beetje een dubbel gevoel, maar ik denk dat het goed is om te doen wat je kan doen voordat je gaat. En dus gaan we dit dus nu vandaag even doen. Het is the next day. We hebben de inentingen achter de rug. Het was niet leuk. De kids vonden het echt niet leuk. Het was meer de angst vooraf dan het prikje zelf wat hun parten speelde. Ze waren echt vooraf al aan het huilen en aan het tegenwerken. Waardoor je dan ook natuurlijk je spieren aanspant en het dan minder prettig voelt. Dus ik vond het echt niet leuk. Daarna nog even wat last gehad van de spier. Ik voel nu ook een beetje mijn arm, een beetje spierpijn. Maar nu gaat het goed met ons allemaal. Gelukkig, we zijn er niet ziek van. Lea? Ja. Hoe vond jij de prikjes, schatje, gisteren? Niet leuk. Nee, hè? Waarom vond je het niet leuk, schat? Waarom niet? Nee, hè? En hoeveel prikjes moeten we nog? Eén. Nog eentje, hè? Volgende week moet ik alleen met de kinderen gaan. Ik denk dat oma of mijn zusje meegaat als ondersteuning. Oma, kom even niet te ophalen. Morgen komt oma jou ophalen. Lea vindt het altijd heel bijzonder als oma haar komt ophalen bij de putterspeelzaal. En de kosten, jongens. Maarten gaat nog naar Brazilië, die had ook nog gele koorts nodig. En Malerone hebben we voor ons allemaal moeten aanschaffen. Dat zit op €1.350. En wij zijn niet aanvullend verzekerd, omdat we de keuze voor deze reis pas midden van het jaar hebben gemaakt. Dus hadden we dat vorig jaar geweten, hadden we dat nog wel kunnen fixen. Een en ander heb je dan ook echt je leven lang of voor 30 jaar, dus dat is dan wel fijn. Ik laat jullie een aantal dingetjes zien die ik alvast heb gekocht voor Afrika. We zitten op een grote boerderij en het is regenseizoen, dus modderpoelen gegarandeerd. Dus ik heb voor de kinderen deze laarsjes gehaald. Wat hier ook fijn aan is, als je ze dus even lekker wil buiten laten spelen en je bent een beetje huiverig voor slangen, wat we in het begin nog wel zullen zijn, dan kunnen ze niet in de hiel gebeten worden. Dan heb ik voor in het vliegtuig allerlei speelgoed. Wat de kids eigenlijk hebben gekregen en wat ik dan snel in een kast heb gedaan. Zo van, nou, dat kunnen we... op een later tijdstip gebruikt. Ik zal even laten zien. En bij de HEMA hadden ze van dat soort cadeautjes. Magic box voor een magische kluis. Dit is een 3D puzzel van een giraf. Ook een leuke puzzel waar je allerlei vormpjes mee kan leggen. Je weet wel. Een stickerboekje. Stempels voor Nick en voor Lea. En zo'n puzzeltje. Kaleidoscoop. En Lea, wat heb jij daar, schat? Dat is mijn handzeep en mijn vaatwasmiddel. Omdat ik eczeem heb, weet ik gewoon dat dit producten zijn die goed zijn. Dus ik moet even kijken of ik die nog afvul in kleinere potjes of dat ik hem zo meeneem. Mijn schildklierhormoon alvast op voorraad. Ik heb even goed onderzoek gedaan naar insectenmiddelen. Want in het regenseizoen zijn er gewoon veel muggen. En in het gebied waar wij zitten, daar is, dat is gewoon malaria gebied. En ja, DEET, dat is natuurlijk pure chemische rotzooi. Dus ik heb even onderzoek gedaan naar andere middelen. Ook Second Opinion aangevraagd van een, volgens mij zijn tropenarts. En uiteindelijk kwamen we uit bij deze. Die is bij de Duitse DM te koop. Autan Protection Plus. Er zit incaridine, zeg ik dat, icaridine in. En dat is dus het middel wat de muggen weghoudt. En ik heb nog verder onderzoek gedaan. Er is nog een ander middel. Dat is een natuurlijk middel. En dat heet Antibrom Natural, volgens mij. Die ga ik ook nog aanschaffen voor de kinderen. Die moet je ietsjes vaker smeren, volgens mij, dan deze. Dit, zeggen ze, is natuurlijk het allerbeste, beschermt het allerbeste. Maar ja, dat is gewoon echt rotzooi. Dus dan smeer ik liever iets vaker. We hebben ook voorzorgmaatregelen in de zin van klamboes. We willen ook echt proberen om, voordat het donker wordt, naar binnen te gaan met de kindjes.
En als ze in de avond of vroege ochtend naar buiten gaan, dat ze dan lange mouwtjes aandoen. Nou ja, op die manier proberen we in ieder geval te doen wat we kunnen. En kunnen we dan ook op een geruste manier daar buiten zijn, buiten spelen. Nieuwe koppen voor mijn elektrische tandenborstel, scheermesjes, verzorgingsproducten voor de kinderen, vochtige doekjes. Als er nog plek is, dan neem ik ze in ieder geval mee. En dit is alvast voor Maarten, die vertrekt overmorgen richting Brazilië. Hier kan hij van alles en nog wat, hè, zijn geld en zo in doen en dan op zijn onder zijn jas of onder zijn trui doen. Een opblaasbaar nekkussentje. Een notitieboekje en een pen. Tandpasta en van die bijvulpakjes, ja? Dan hebben we als cadeau voor de gasten, maar ook een beetje voor onze kit om in stemming te komen, de pepernoten. Een paar boekenleggers die wij natuurlijk zelf hebben gemaakt voor degene die ons donaties doen. En deze is echt super schattig. Die heeft papa van mij meegenomen uit Mallorca. En als er enigszins plek is, dan denk ik dat het ook handig is om die mee te gaan nemen. Nou, genoeg gekletst. Moet deze ook in de roze? Die moet ook in de roze tas, ja. Als jij nog tips, adviezen, vragen hebt, dan hoor ik het graag onder deze video. Fijne dag verder en wellicht tot de volgende vlog. Doei doei! Jij moet even een nieuw staartje maken, denk ik.